Vanaf deze plaats wil ik in ieder geval vast een van harte welkom heten op de avond waarop Paul Handgraaf en Piet van der Braak afscheid nemen van de repressieve dienst van de post Boksel aan post Liemde. Paul, Jan, Piet en Ria, kinderen, familieleden en verder de genodigden, van harte welkom. Ook de collega's, repressief brandweer post Boksel en post Liemde. En onze oud-leden, van harte welkom. Als eerste geef ik het woord aan Mark Vogels, postcommandant post Boksel. En die zal een woord richten aan onze Paul. Welkom Paul, welkom Piet. Bill heeft het net al gedaan, vrouwen, kinderen. We nemen afscheid van jullie in de repressieve dienst. In totaal 58 jaar repressieve ervaring. Hartstikke veel. Ik wil je daar toch in ieder geval nu alvast hartelijk voor bedanken. Sta ik dan? Ik ga iets over jou vertellen. Dat is natuurlijk heel moeilijk om op een goede manier iets over jou te vertellen. Want er is niemand zo wel bespraakt hier als jij, denk ik. Dus ik ga een poging doen. Als je zo'n toespraak aan het voorbereiden bent, dan weet je gewoon dat je altijd heel veel een paar dingen moet hebben. Wedstrijden, grote branden, dat soort zaken. Nou, ik weet zeker dat die straks wel aan de orde zullen komen. Maar ik heb ook nog een paar andere losse dingetjes die ik graag met jou, Paul, met jouw familie, maar ook met alle aanwezigen hier wil delen. Ik heb even in de archieven gekeken en ik heb jouw sollicitatiebrief gevonden. Gericht aan de toenmalige commandant van de brandweer, Frans Daniels. Handgeschreven. En er staat een datumstempel op van 25 januari 1989. Op dat moment geef je aan, was je werkzaam als wijkverpleegkundige in Boksel. De volgende brief die we vinden in het archief is een aanstellingsbrief, 29 augustus 1989. Aangesteld als aspirant brandwacht. Nou, na die tijd ben je flink aan de slag gegaan met allerlei opleidingen, cursussen. Je hebt alles tot en met brandmeester doorlopen, instructeur gedaan, specialisaties, HVGO, VGS, actief geweest als bevelvoerder, als groepsoudste van de A-B-groep, moet ik nog zeggen, van toen. En heel lange tijd voorzitter van onze brandweervereniging. Dat is niet niks. Dat vind ik een geweldige prestatie. Paul, welbespraakt. Uitspraken, beeldspraken, zo ken ik jou. Ook een heel zorgzaam persoon. Zorgzaam voor collega's, zeker zorgzaam voor omstanders en slachtoffers bij incidenten. Ik denk dat het ook een beetje te maken heeft met jouw herkomst uit de zorg. Heel goed gegaan. Daardoor heb ik ook altijd de indruk gehad, of hebben wij de indruk gehad, van jij wilde zo goed voor de post zorgen. Dan maar ambtenaar worden van de burgerlijke stand, dan kan ik ze allemaal nog trouwen ook. Zou kunnen. Moet dat ook eens aan je vragen of dat echt zo is. Dan hebben we natuurlijk ook nog grote branden, die horen er ook bij. Ja, we hebben een keer allemaal van die hele nare sms'jes van de collega's gehad hier van hahaha gakker, want jij en ik mochten daar niet mee naartoe toen een week, vakantie of we waren er niet. Nou, en nog iemand niet geloof ik, Leo, weet ik niet. Toen kwam de tweede keer hagakker, mochten wij samen heen. En dat heeft Leo ons echt gegund. Leo is gewoon niet ingestapt, jij en ik mochten daar naartoe. Daar ben ik Leo nog dankbaar voor, maar ik vind het ook heel erg fijn dat wij er samen als eerste en tweede keer wel. Ja, daarom. Dan wil ik het als laatste nog hebben over verwachtingspatronen, wensen die jij toch regelmatig uitgesproken hebt. Ik zie al nog even naar je denken. Ik denk dat je niet begrijpt waarheen ik wil. Ik heb wat exacte data, dat moet ik even precies voorlezen. Ik heb het opgezocht in het monument in het register van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Is opgenomen als complexnummer 516630. Je mag een brief hebben, maar dan kun je thuis opzoeken. Het staat op 51 graden, 34 minuten en 15 seconden noordenbreedte. 5 graden, 22 minuten en 24 seconden oostenlengte. Het is ontworpen door de heer Hendrik Jacobus Tulk. En die heeft 95 jaar voordat jij aspirant brandwacht werd. Dat ding voor jou niet gezet, lijkt haast wel. Maar alleen, hij staat er nog. Je hebt er altijd om geroepen. In 23 jaar trouwe inzet voor de brandweer. Het is er nooit van gekomen, Paul. Maar ik denk dat we voorlopig de toren van niet meer moeten laten staan.
Paul, ik wil in ieder geval jou heel erg bedanken dat je 23 jaar voor ons hebt gezorgd, want zo zie ik het. Ik wil ook jouw vrouw, Jean, jouw kinderen, Anne-Marie, Hein en Eline bedanken. Want zonder een solide thuisbasis gaat er gewoon niet in al die activiteiten die jij gedaan hebt voor ons. En dat vind ik applauswaardig. Ja, beste mensen, ook allemaal welkom namens mij, maar met name Piet, Ria, Paul, Sjan, familie, kennissen. Allemaal welkom. Piet, namens de Postdiende wil ik ook graag even een kort woordje aan jou richten. We hebben het er op 6 oktober al kort over gehad, toen wij het Hof van Diemde waren. Ja, dat je afscheid ook naderend was. We hebben toen jouw 35 jaar jubileum gememoreerd. Het was een gezellig ambiance. En ik heb trouwens begrepen dat jouw bonds toen heel goede stemming hebben gehad. Ik weet het niet. Piet, terugkijkend op jouw ruim 35 jaar brandweer, dan komen er een aantal termen bovendrijven die eigenlijk heel erg typerend voor jou zijn. En ik denk daarna bij met name aan techniek, je bent echt een techneut. Jouw omgang met dieren, het chauffeurpompdienstschap en ook wel jouw specifieke bevelvoederschap. Zal ik daar even terugkomen. Ik heb er wel voorbeelden van. Ik heb die natuurlijk niet allemaal uit mijn eigen herinnering, want ja, ik loop er niet zo lang mee, dus ik heb links en rechts wat moeten informeren. Maar ik hoop dat ik een staartje heb waar we het even over kunnen hebben. Als we het over techniek hebben, Piet. Het is vaak gememoreerd. Het is vaak gememoreerd dat jij een heel goed technisch inzicht hebt. Dat is gewoon zo en dat kunnen we niet onder stoel of bank steken. En vroeger al, toen we nog de regio hadden, zo noemden we dat toen, ruim 25 jaar geleden, hadden we de brandweer, maar we hadden ook de regio. En vanuit de regio werden er van allerlei dingen geregeld. En die kwamen dan zo zoetjes aan binnen bij de post, het korps. Toen kwam al het licht dat jij heel erg technisch was. Het was op de oefenavond bij het klompfabriek van de Vleuten. En de heren, zoals ik zeg, tegenwoordig zeggen we het zo niet meer, want we zijn allemaal in de regio. Maar vroeger waren het de heren van de regio, ik zie Paul al lachen. Die hadden vol trots een nieuw aggregaat bij en dat moest gedemonstreerd worden. Want als er iets grootschaligs was, dan het aggregaat konden we dan op laten komen en daar konden we dan ons voordeel mee doen. Maar fijn, de hele Diemse club stond om het aggregaat heen en er werd aan knopjes gedraaid en er werd aan hendeltjes getrokken, maar dat ding wou niet starten. Pietje die had ons een beetje aan zitten kijken en die zei natuurlijk niks, want ze kennen Pietje en die heeft niet afgehaald. Die zeiden niks meer, ja, de instructeurs die gaven het eigenlijk op en die zeiden, ja, ding is kapot. Het werkt gewoon niet. En toen kwam Piet in beeld. Piet had de handleiding al gevonden, was helemaal in het Japans. Maar dat maakte er allemaal niks uit. Hij had een beetje een paar knopjes gevonden, had een hendeltje bediend. En trok aan het touwtje en dan ding, daar staat ik gewoon. Nou fijn, die instructeurs van de regio die waren verbijsterd en die vroegen zich af van, ja, maar man, ik kan dat Japans, want dat bestaat niet. Nou, dat kon ik niet, maar ik kon op plaatjes kijken. En die waren alle talen hetzelfde, dus laat je netjes voor elkaar. Piet als chauffeur stond je ook altijd heel dicht bij het materieel. En dat was aan jou natuurlijk ook al besteed. In het verleden, voordat wij samengevoegd werden in de gemeentelijke herindeling, toen achter de brandweer hier destijds deed jij het onderhoud. En dat deed je altijd ook heel erg toegewijd en zorgde gewoon voor jezelf was. Maar ook daarna nog, de laatste tijd, dan zorgde je ook altijd dat de zaken netjes op orde waren. Als wij een inzet of een oefening hadden gehad en de andere mensen al lang de remise hadden verlaten om te douchen of de warme instructieruimte, schuin-streek bar, hadden ook gezorgd. Ja, dat was Pietje nog steeds niet bij ons. Die was nog bezig met de zaakjes op orde te brengen. En te zorgen dat het allemaal weer naar zijn zin was. En dan kwam Piet binnen en dan wist ik dat ik compleet was, want Piet was al het laatste. Dus toen kon de nabespreking beginnen.
Piet het chauffeur zijn heb ik altijd met heel veel toewijding gedaan. Ook bij de wedstrijd was je altijd een van de vaste komdienst. En zoals je zelf in Brabant Centrum afgelopen donderdag hebt laten optekenen, heb je dat altijd met heel veel plezier gedaan. Jouw omgang met dieren. Ik heb het wel gezien, maar dit voorbeeld heb ik weer van anderen. Als paarden kennen, want je bent vroeger bij de ponyclub geweest, heb ik laten vertellen. Heb ik altijd goed om weten te gaan met dieren en ook met de handeling van dieren bij incidenten. Je weet allemaal, als dieren in het melk komen, dan kunnen ze een harde sprong maken. En ja, als je dan toch met een koe of met een paard te maken hebt, dan wordt het toch wel een link. Dus we hebben jouw tips wat dat betreft altijd netjes opgevolgd. En als jij een groot paard had, je pakt hem gewoon bij zijn neus, en dan luistert hij naar jou. En dan doet hij niet dus, het zo mak als een lammetje. Dus er zijn ook dingen die we ook weer voor jou geleerd hebben en die we mee hier blijven nemen. Ten slotte wil ik het even over jouw bevelvoederschap hebben, Piet. Je bent eigenlijk nooit bevelvoerder geweest, maar ik denk dat de buitenstaander nooit verschillen gezien eigenlijk. Als ordonnans een wedstrijd doet, en dat moet ik even uitleggen, vroeger had je een bevelvoerder en die had een ordonnans bij. Dat was nog in de tijd van voordat de portofoons waren, dus dan moest de ordonnans bevelvoerder over gaan brengen aan de manschappen. Maar ja, als Pietje ordonnans was, dan weet je wel hoe dat ging. Dus bevelvoerders en bevelen die verwateren een beetje, het waren Pietjes bevelen. Maar ik moet zeggen van degene die mij vertelde, jouw inzicht was in ieder geval wel goed. Dus het kwam altijd goed, alleen het was wel een klein beetje vertraagd. Maar het kwam wel goed. Piet, op 6 oktober heb ik het al gezegd, als je meer dan 35 jaar bij de brandweer bent geweest, dan ben je er eigenlijk een beetje mee vergroeid. En is het gewoon een belangrijk deel van je leven geworden. Je was bijna altijd aanwezig op de oefenavonden en als je benieuwd was, dan mist je ook geen één uitdruk. Het lijkt wel, trouwens wel of dat de duivel ermee speelt, want onze eerste uitdruk na jouw afscheid, of na jouw actieve loopbaan, zo moet ik het zeggen, want vandaag is het was begin februari, toen kon het voertuig niet starten. En toen kon ik niet weg om de collega's hier een box te helpen bij een Middelbrand. Dus het lijkt eigenlijk wel dat hij wagen voelde dat jij er niet bij was. We hebben net weer een uitdruk gehad en hij doet het weer, dus het is allemaal goed. Piet, het moment van afscheid nemen, dat komt, dat weet je, en dat is natuurlijk nooit leuk. Ik begreep vorige week van Ria dat je ook wel moeite mee hebt, maar dat ik wel begrijp dat het gewoon een keer komt. Ik wil jou bedanken dat je al die jaren klaargestaan voor de brandweer. Weet dat je altijd welkom bent en blijft, en dat we hopen dat jij de woensdagavond blijft zien als brandweeravond. En ik ben ervan overtuigd dat we zeker nog wel eens van jouw technische knoppen gebruik zullen maken en sterker nog, volgens mij, hebben we de afgelopen woensdag gedaan. Piet, bedankt. En mag ik jou, Maria, naar voren leggen. Goedenavond. Ja, voor zo'n officieel moment doe ik graag even de ambtsketen om. Normaal zou burgemeester van Brummen hier gestaan hebben, dat is onze waarnemer, maar die geniet van zijn vakantie. Dus vandaar dat ik toch nu als waar mag nemen. En dat doe ik graag, want ik maak als eerste loco ook regelmatig mee hoe betrokken jullie allemaal zijn als er brand is. Dan sta ik ook ooit te kort bij. Dan krijg ik een berisping van Bob. Een beetje terug op. Die rook is gevaarlijk. Dus iedereen is bezorgd dan om alles wat er zich plaatsvindt. Het laatste heb ik aan de lijve meegemaakt. Hoe getraind en georganiseerd jullie zijn bij de monumentale boerderij aan de Gorenstraat, waar onlangs die brand is geweest. Paul. Voluit zijn jouw voornamen Paul Willem Jozef. Maar als je het goed vindt, hou ik het vanavond bij Paul. Ik heb begrepen, Paul, dat door je verhuizing van de Bos naar Boksel en dat je graag in je nieuwe woonomgeving mensen weer leren kennen, bij de vrijwillige brandweer bent gegaan. Met een handgeschreven brief
En het zou wel eens zo kunnen zijn dat je buurman Jos Hendricks, oud brandweerman, jou enthousiast heeft gemaakt. En gezegd, dat lijkt me net iets voor jou, Paul. Je was 23 jaar actief als vrijwilliger bij de brandweer in Boksel. Het eerste jaar als aspirant. Op 29 augustus 1990 officieel in dienst van de brandweer. In al die jaren heb je alle rangen tot en met brandmeester doorlopen en heb je ook nog instructeursdiploma gehaald. Daarnaast was je de afgelopen 10 jaar voorzitter van onze brandweervereniging Boksel en groepsoudste van de A-ploeg. Deze activiteiten zijn zeer prijzenswaardig, zeker ook omdat die gecombineerd moesten worden met een fulltime baan in de zorg, bij de huisartspraktijk De Vier Kwartieren. En daarnaast ook nog BABS van de gemeente Boksel. En doordat je werkzaam bent in de zorg, was jouw persoonlijke aandacht voor betrokkenen bij incidenten altijd erg goed. En juist die persoonlijke aandacht is vaak hartverwarmend en bitter noodzaak bij een incident. Op 1 augustus vorig jaar is je op eigen verzoek eervol ontslag verleend. Ik zei in het begin al dat je als brandweerman bij nacht en ontij klaar moet staan. Dat heeft zeker ook impact op de thuissituatie. Daarom wil ik mijn waardering ook uitspreken richting Sjan. Ze heeft je al die jaren ondersteund en er ook begrip voor gehad dat je bij sommige geplande privémomenten met jullie 3 kinderen, Eline, Annemarie en Hein, toch opeens op het laatste moment niet aanwezig kon zijn vanwege een oproep. Hartelijk dank daarvoor. Paul, het heeft Hare Majesteit, de koningin, behaagd om jou te benoemen tot lid in de Orde van Oranje Nassau. En ik wil je dan nog graag de versierselen opspellen die daarbij horen. En je van harte proficiat wensen namens het gemeentebestuur. Er zijn ook bloemen bij. Je zult er geen begrip voor hebben dat ik die aan Sjan geef. Daarnaast krijg je van de gemeente ook nog een persoonlijk cadeau in de vorm van een multitool met inscriptie. Een multitool, een slim en stoer cadeau dat prima overeenkomt met je rol als brandweerman. Veel plezier. Van harte proficiat, hè? Bedankt, bedankt voor de mooie woorden. Ja. Nou, zouden ze mij de bloem aan moeten reiken voor jou? Is het, Sjan, van harte proficiat. Ja. Dankjewel. Alsjeblieft. En dan af voor jou de multitool. Dankjewel. Bedankt, hè. Piet, richt ik me toch jou. En dan zie ik allemaal waar jij al opgespeld hebt gekregen. Dus ik maak me een beetje zorgen waar dat dadelijk ergens. Maar goed, ik sprak in mijn woorden voor Paul net ook al mijn grote woorden uit voor alle leden van de vrijwillige brandweer. Zoals jullie in actie komen, dat geeft onze inwoners heel veel vertrouwen en een veilig gevoel. En dat hebben al onze inwoners nodig. Voluit zijn je voornamen Petrus Adrianus. Maar als je er geen problemen hebt, wil ik het bij Piet houden. En als ik mijn eigen dag verspreek, het is niet allemaal ABN, kan het ook wel Pietje Braak worden. Dat komt dan omdat ik jou in het dagelijks leven ook af en toe meemaak als medewerker van onze buitendienst. Piet, je werkte bij de gemeente Werkte Liemde en Wim Hermes, commandant brandweer van Liemde, die was op zoek naar mensen die in Liemde woonden, werkten en overdag beschikbaar waren. Daar leek u wel wat. U werd benoemd
en droeg in Liemde in je vrije tijd medezorg voor het materiaal van de brandweer. Totaal heb je gedurende bijna 20 jaar op vrijwillige basis het onderhoud van het materieel van de brandweerpost Liemde verzorgd. Een prestatie van formaat. Al ras was je ook chauffeur, pompbediener. Ook na het samengaan van Boksel en Liemde deed je dat, maar dan meer als ondersteuning voor het beroepsonderhoudsmedewerker. Speciaal betrof dit het armluchtonderhoud, waarvoor je het certificaat behaalde bij de Reger. Piet, op 31 december vorig jaar is een overleg je eervol ontslag verleend en heb je afscheid genomen na 35 jaar in dienst te zijn geweest bij de Post Liemde. Door de jaren heen heb je opleiding gevolgd tot functie manschap A, hoofdbrandwacht. En Edward noemde net hem ook iets waar je misschien niet voor benoemd bent, maar waar je wel probeerde te doen. Je vrouw Ria heeft jou ook al die jaren ondersteund. En dat is voor jou ook heel belangrijk geweest. Zij zorgde ervoor dat alles thuis doorging. Ook met de zorg voor jullie drie kinderen. Linda, Marika en Bernadette. Daar zij je de ruimte heeft gegeven om je voor onze brandweer in te zetten, wil ik haar ook hartelijk bedanken daarvoor. Piet, het heeft Hare Majesteit de Koningin behaagd om jou te benoemen tot lid in de Orde van Oranje Nassau. En ik wil je dan ook namens het gemeentebestuur, de versiers zo dadelijk opspelden, en je van harte proficiat daarmee wensen. De bloemen, en dat snap jij heel goed, die zijn voor Ria. En ook voor jou een persoonlijk cadeau van het gemeentebestuur, de multitool, een handig gereedschap en wat jou zeker goed van pas zal komen met je twee rechterhanden. Ik wens je dus ook heel veel plezier, maar ook arbeidsvreugde met die multitool. Ja, daarom wil ik veel bedoeling hebben. Dan komt je wel iets lager aan, hè? Ja, dat geeft niks. Dat is al niet zo groot. Ja. Proficiat. Dankjewel. Ja, proficiat, hè? Dankjewel. Alsjeblieft. En dan het gemak. Multitool. Worden je er makkelijke dingen voor voldoen. Ja, ja, dat lukt wel. Daar zijn. Ik zal straks wel een kleine ding jullie wat helpen.